Mega-actie, Ryder, meneer! Fijn dat jullie er zijn, Megapups. Blijkbaar hebben de katjes van burgemeester Handinger superkrachten. Oh. Ze zorgen voor overlast in heel Avonturenbaai. Alleen jullie als Megapups met superkrachten kunnen ze tegenhouden. Mega Chase, jij moet met je supersnelheid en je supersnelle auto dat katje inhalen. En de tonijn van meneer Porter pak je terug met je energienet. Mega Sky, jij brengt met je wervelwindtuig de vis van kapitein Turbo terug. En Mega Rubble, jij moet met je superkracht en megawagen de platvis terug in het water duwen. Megapups is niets te doen. Hé, Katje, geef die tonijn terug. Je bent even snel als ik, maar dit heb je dan weer niet. Oh, onze gestrande boot geeft geen greintje mee, Wally. Wacht maar, kapitein Turbot. Ik duw je zo het water in. Wow! Dat was machtig mooi gemikt, Mega Rubble! Zie je de vis van kapitein Turbot al, Sky? Nog niet, Ryder. Maar ik heb wel de koeien van boer El gevonden. Ze zijn bij het kruispunt. Rubble, rij naar het kruispunt en pak dat superkatje. Doe ik! Zet die koeien onmiddellijk terug op de grond. In dat geval zet ik mijn megapootjes op de grond. Ryder, ik heb de vis van kapitein Turbot in zicht. Ik ga ervoor. Gelukt! Mooi. Als jij de vis terugbrengt naar de platvis, dan doen wij de koeien en de tonijn. Goed werk, megapups. Klaar voor actie, Ryder, meneer? Het gaat om de avonturenbaai spelen. Alle medailles zijn verdwenen. Dat klinkt als een groot mysterie. Deze missie vraagt om serieus detectivewerk. Dus ik wil een team met de allerbeste politiepups, geleid door onze expert, Chase. Komt in orde. Paw Patrol is niets te doen. Oh, Ryder, je moet die medailles terugvinden. Rocky, scan de grond hier en zoek naar sporen. Zal ik doen. Hier is geen enkel spoor te zien. Is er bij jou iets te zien, Marshall? Alleen wat bloemblaadjes rond de medaillehouder. Ik heb wat gevonden. Ik denk dat je hierheen moet komen. Kijk daar eens, waar de gouden medaille hoort. Kattenhaar! Maar er zijn geen kattensporen in het zand. Omdat ze iets gebruiken wat woest door de lucht en de blaadjes van de bloemen afhakt. Maar hoe krijgen we die vliegende kittenbandieten te pakken? Ik heb een plan. Ga die medailles pakken. Stop, in de naam van de poot. Oh. Geef me die medailles. Nee, ze zijn allemaal van mij. Mij. Oh. We moeten burgemeester Handinger redden. Sky, hou de burgemeester in zicht. Begrepen. Zo te zien vliegt hij richting de cactuskloof. Ruff, net! Wow, phew, perfect. Nu wil ik mijn medailles weer terug. Sorry, burgemeester. Die gaan naar de avonturenbaai spelen. Oh, bedankt, Chase en de Paw Patrol. Graag gedaan. Wanneer je medailles verdwijnen, blaf dan om hulp. Megaactie, Ryder, meneer. Fijn dat jullie er zo snel zijn, Pups. We hebben een nieuwe slechterik in de stad. We weten niet wie het is, maar we weten wel dat hij superkrachten heeft. Wow, wie het ook is, hij is supersnel. En supersterk. Daarom wil ik voor deze missie... Mega Rubble. Jij moet met je mega spierkracht de rails recht trekken. En Mega Rocky. Jij moet met je krachtgereedschap het spoor weer snel repareren. Oké, Megapups is niets te doen. Wat heeft die superbandiet met de rails gedaan? Niets wat ik niet kan terugdraaien. Hele Daily
is aanwezig en houdt je bezig met live verslag vanaf het avonturenbaai treinspoor. Huh? Oh, die trein is dichterbij dan ik dacht. Rocky, zet het spoor in elkaar zo snel als je maar kan. Rubble, wij waarschuwen de machinist. Doen we! Ik hoop dat ik het denk kan stoppen. Ik zal helpen. Het spoor is gemaakt. Laat maar los, Rubble. Bedankt, Megapups. U zag het bij Haley Daily. De Megapups hebben de trein gered. Verstoppertje spelen in de jungle is superleuk! Oh, wacht eens even. We hebben Marshall nog niet. Where is he? Marshall, gevonden! Wow, jij bent Marshall niet? Een pinguïn? Nou, die kom je in de jungle toch niet zo vaak tegen? Ik wil ze knuffelen. Hier, pinguïns, pinguïns, pinguïns. Kom nou! En wat doet die grote ijsberg daar nou? Ik denk dat de pinguïns hierheen zijn gedreven. Dat is een keurige conclusie, Paw Patrol. Kapitein Turbot? Deze pinguïns zijn ver van hun huis verwijderd. We moeten Ryder bellen. Hoi Chase, wat is er? Ryder, we zagen 3 pinguïns in de jungle, maar nu zijn we ze kwijt. Geen pinguïn is te ver weg, geen pup is te klein. Rocky, ga naar kapitein Turbot en haal wat vis. En haal je katapult. Groen is, ga vissen. Kijk, kapitein Turbot had een heleboel vis. Top. Pak je katapult en gooi de vis zo dat de penguins naar kapitein Turbot lopen. Look at that, penguins. Het is etenstijd. Bedankt dat u de pinguïns terug naar huis brengt, kapitein Turbot. Ik heb vis om ze te voeren en de airconditioning beneden zorgt dat ze koel blijven totdat we terug zijn in hun koude klimaat. Het oude en mysterieuze koude standbeeld van Lupo. Wat zijn die grote standbeelden, François? Ah, dat zijn Lupo's bewakers. Ik lees hier dat de bewakers de bevelen opvolgden van degene die het gouden standbeeld vasthield. Wat fascinerend! En ook grandioos glimmend. Huh? Dat is geen juweel. Het is een stuk van een meteoriet en die geeft mij superkrachten! Bewegen die standbeelden? Stop! Doen jullie nou echt wat ik zeg? Breng me die schatkist vol goud. Ik kan ze besturen. Nu heb ik een hele roedel die van alles voor mij kan stelen. Oké, Megapups. We gaan de vogelvrouw naar buiten lokken met het grootste, meest glimmende beeld dat ze ooit heeft gezien. En dan pakken we het gouden Lupo-standbeeld. We hebben geen groter glimmend standbeeld. Jawel, en dat zal je zien als we naar de woestijn gaan in de Megajet. Dan komt nu de rest van het plan. Oh, hoe moeilijk kan het zijn om een enorm diamanten standbeeld te vinden? Oh, het is zo enorm, zo glimmend. Breng het standbeeld naar mijn museumdomein. Hallo, vogelvrouw. Wat? Jij bent geen standbeeld. Klopt, ik ben een megapup. En het gouden standbeeld van Lupo is niet van jou. Merci beaucoup, Paw Patrol. Jullie hebben onze museumtentoonstelling gered. Graag gedaan. Als je standbeelden gaan lopen, blaf dan om hulp. Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon.